Het was gisteren eindelijk zover. Eva Jinek hield haar langverwachte interview met Nick Schilder, links, en Simon Keizer, rechts. De heren beheersen al wekenlang de headlines met speculaties over hun naderende breuk. Ze zouden elkaar nauwelijks nog een blik waardig gunnen en niet meer in één auto met elkaar naar optredens gaan. Simon viel aan het begin van het interview direct met de deur in huis. Het is hij die niet meer verder wil, bij mij is de lol al een tijdje weg. Hij voelde dat begin 2020 voor het eerst en legde dat aan het eind van het jaar, vlak voor kerst, bij Nick neer. Pas na de corona-lockdown hakte Simon de knoop definitief door. Nick wilde door, maar had er al snel vrede mee. Het nieuws dat Nick Simon uit elkaar gaan lekte aan het begin van deze maand uit na een lange periode van geruchten over wangedrag door Simon. De zanger heeft nu al maandenlang last van juice-kanalen, die beweren dat hij zijn geliefde Annemarie op een walgelijke wijze bedriegt. Hij zou allerlei vrouwen uitnodigen in de mancave op zijn kantoor. Juice-koningin Yvonne Coldeweijer stelt dat Nick vanwege al dat wangedrag niet meer met Simon geassocieerd wil worden. Eva besloot dat gisteren op de man af aan Nick te vragen. Er gaan verhalen rond dat jij niet meer geassocieerd zou willen worden met Simon vanwege roddels over hem en zijn privéleven. Speelt dat een rol in de beslissing? Nick, nul. Ook dat we ruzie hebben is niet waar. Dat is gewoonweg niet waar. Kijk, enerzijds begrijp ik wel wat er nu gebeurt. De media doen in een bepaald opzicht gewoon hun werk, er gebeurt iets en er wordt even niks gezegd, dus dan dien je daar een verhaal van te maken als je op een redactie werkt, dus ik snap wel dat dat gebeurt, maar het is niet zo. Eva probeert vervolgens bij Simon wat juice los te peuteren, die verhalen ik bedoel, ik vraag niet nu naar je privéleven maar die verhalen over jouw privéleven, heeft dat een rol gespeeld in de beslissing om dit niet meer te willen? Om te zeggen, ik wil niet meer blootgesteld worden aan deze mate van onder een vergrootglas liggen en wat erbij hoort. Simon, nee, ik heb een tijdje geleden al, en dan praat ik ook over ruim een jaar geleden, besloten om me af te sluiten voor allerlei negativiteit. Geen aandacht aan te besteden. Dit schaar ik daaronder, dus, geen aandacht. Eva, als je een bekend iemand bent die in de media opereert, dan let je op van, wat wordt er over mij gezegd en hoe wordt ons optreden ontvangen? Je kunt jezelf niet helemaal afsluiten voor wat er over je wordt gezegd. Stoort het jou? Simon, het is niet gezellig, maar meer ook niet. Nee, zolang je zelf weet hoe alles zit, dan hou ik me wel sterk, denk ik. Op de vraag waarom hij Nick niet meer volgt op Instagram, zegt Simon, ik heb in coronatijd al mijn nieuwsapps van mijn telefoon gegooid en ik heb ruim een jaar geleden iedereen ontvolgd. Alleen mijn vrouw en Nick Simon volg ik nog, omdat ik me wil focussen op wat ik belangrijk vind. Eva aan het eind van het interview, het valt me op dat jullie elkaar zo weinig aankijken hier aan tafel. Simon, ik zit hem de hele tijd aan te kijken. Eva, maar nooit op het moment dat hij jou aan zit te kijken. Nick, dat hebben we nooit echt gedaan bij optredens, want 90% van de liedjes die wij zingen, zijn liefdesliedjes. Moet je elkaar dan steeds aankijken? Eva vraagt nogmaals of er echt niet speelt tussen de heren. Simon lachend, je bent heel tendentieus bezig, Eva.
Thank you.